hele goedemorgen. Ik doe gelijk mijn bril op, jongens. Sorry, ik zie echt helemaal niks. Zulke felle licht? Ja, toevallig. Gelukkig heb ik mijn bril wel bij, want ik kan niks zien. Ik heb me vandaag lekker klaargemaakt en omgekleed, want ik ga samen met Nessim even naar... Hoe heet het ook weer? Her Hugo Waard. We moeten daar namelijk iets inleveren voor zijn editor. En dan maken we er een leuke dagje van. Ik heb echt een heel lekkere zomerse jurk aan. Ik ga even straks mijn outfit een beetje filmen. Het is echt zo lekker luchtig. Het is vandaag 26 graden. Het is best wel warm wel weer. Maar ja, lang niet zo warm als eerst. 37 graden. En dan lacht me uit. Yes. Zin jou in mijn bril, hè? Yo. Zijn je net? Ze hebben je wenkbrauwen wel gekamd. Want? Ze gaan alle kanten op. Jezus. Kijken. Oh, dat is echt waar. Ik heb dus echt het idee dat die brouwleef mij niet goed heeft gedaan. Wat dan? Dat het juist de andere kant op gaat. Oh, Jezus. Oh, zie je niet dat? Ik kreeg mijn haar niet meer getemd. We hadden gisteren toch over dat wij vandaag heel graag mosselen willen eten. Het is mosselseizoen. Het is ongeveer, denk ik, begonnen mei, juli begint dat ongeveer, mosselseizoen. Nee. En ze zeggen, in alle seizoenen waarbij je een R hebt, dus de... zomer, de winter en de herfst, kan je gewoon prima mosselen eten en daarna is het voorbij. Dus ik denk dat het enige seizoen waarbij je het niet kan eten dan lente is of zo. Maar goed, we gaan vandaag mosselen scoren. Ik ben zo blij met mijn outfit! Oh mijn god, ik heb de hele tijd gefilmd met de verkeerde instellingen. Veel te overbelicht. Dus ik hoop dat de beelden hiervoor een beetje oké zijn. Want ik heb hem nu pas weer goed gezet. We zijn dus onderweg naar Her Hugo Waard. En het duurt ongeveer 1,5 uur vanuit Rotterdam. Dat is best wel ver. In ieder geval, Nessim heeft verzonnen dat het 1,5 uur duurde. Maar het duurt maar 1 uur en 10 minuten. Hij wou me corrigeren, maar hij heeft zelf tegen mij gezegd dat het 1,5 uur duurde. Oh mijn god, woedeaanval. Waarom? Omdat ik Starbucks erbij heb gerekend. Woedeaanval. Ja, tuurlijk. Maar ik keek al inderdaad of er onderweg een Starbucks was. Precies. En is er een Starbucks? Heb je een bril bij? Ja. Gelukkig. Waarom dan? Anders is je een geloof mee straks. Maar is er een Starbucks op weg? Ja, vind je er een Starbucks, maar ik weet niet of ik dat alles heb. Ja, anders ga je maar omrijden hoor. Ja. Ja, jouw afspraak. Ik heb nog niet ontbeten. Ik ook niet. Jij neemt me mee en moet me trakteren. Zo werken wij in dit huishouden. Jezus. Zo praat ik tot aan. Gewoon boos. Of met Nessa, dat ik me echt heel goed voel vandaag. Want gisteren nacht, weet je nog, dat ik echt last had van mijn buik. Maar vandaag, gewoon weer helemaal prima. Lekker dit. We zijn aan het afrekenen. Dus ik dacht, ik laat mijn outfit even aan jullie zien. Het is een beetje zo droge, vieze handen. Omdat we de hele tijd onze handen aan het wassen zijn. En we hadden net zulke droge handen. En ik had geen handcreme bij. We even bij de tank zijn gestopt. Even een handcreme gehaald. We halen deze echt nooit. Want ik vind hem echt vrij dik. Maar voor nu is die echt gewoon heel chill. En is ooit weer gehaald. Wat is dit? Sandwich tomato basil. Oh my god. En ja hoor. We hebben hem gevonden. Bingo. Ik ruik dat blij zijn. Oh, love my life. Dat is ook zo bijzonder. Je hebt hem elke dag gevonden. En vorige keer gisteren was ik bij de Starbucks. En die toen vroeg een medewerker aan mij wat voor werk ik deed. Dat ik denk, waarom is deze meid elke dag gewoon hier? En ook nog echt langs de snelweg, hè? Starbucks is gewoon vast te last geworden. Wij zijn inmiddels in Alkmaar. We hebben hier dus een tentje gevonden waar je lekker mosselen kan eten. Het is zo'n lekker weer. Maar volgens mij heb ik ook gewoon echt de juiste outfit gevonden voor warm weer. Top. Met foto's gemaakt. Nessim heeft me erbij geholpen. We hebben een parkeerplek kunnen vinden aan het water. Daar zitten we dan. Bij een tentje dat Abby's heet. En tot nu toe ziet het er allemaal heel goed uit. We hebben al besteld. Want de keuken gaat om 4:30 al dicht. We zijn hier nu om 4:00. Dus we hebben echt geluk. Raar, want we hebben dus al 2 keer naar een restaurant gebeld hier in Alkmaar om mosselen te eten. Elke keer zeggen ze van ja, om 4:30 sluiten we even, want van 4:30 tot 5:00 eten wij zelf. Maar ja, het is nu 4:00, dus we willen gewoon even ergens eten. En dat was gewoon bij 2 restaurants zeiden ze gewoon ja, om 4:30 gaan we zelf eten. Dus ja, we gaan gewoon snel bestellen, eten en dan gaan we om 4:30 weg. Nou jongens, daar zijn ze, de mosselen. We hebben echt een mega grote pan. Op je heerlijk.
Het wordt echt genieten. Dan heeft Nessie nog oesters besteld. Dat heb ik echt nog nooit gehad. We eten hem alsnog gewoon met onze hand, jongens. Ja, ik weet niet hoe het anders zou moeten eten. Zo netjes met de vork. Maar we gaan oesters proberen. Ja. Oh mijn god, ik vind het wel echt heel eng. Wat moet ik doen? Eerst dit een beetje opdoen. Wat is dat dan? Een beetje die saus en die shallotjes, zeg maar. Oké. Okay. Ja? En dan, ja, eigenlijk moet je gewoon slurpen. Moet je die citroen er nog op doen? Ja, ja, dat is een zoveel gezet. Ik zou niet te veel doen. Oké. Okay. En dan moet je hem eigenlijk slurpen. Echt? Mmm. Lekker, oh mijn man. God, wat heb ik net gehad? Het lijkt gewoon een augurk. Heerlijk. Ik ben alleen niet te veel citroen erop doen. Mm. Oh mijn god, jongens, kijk wat we tegenkomen. Een kattencafé. Oh mijn god, mijn papegaai ook. Ik ga stuk. Wij hebben echt heerlijk gegeten. Ik vond het echt lekker. Ik vond de oesters wel lekker, maar niet. Ja, ik zou ze zelf niet zo snel bestellen. Oesters, eigenlijk moesten ze voor de mosselen komen. Als aperitief of als voorgerecht. Ja, maar de mosselen waren gewoon yummy. Alles was ook op. We hebben een hele pan gewoon opgemaakt. En ik zit lekker vol. Geen buikpijn, helemaal niks. Zo, we waren net thuis. Net zijn we gaan sporten. Ik wil zo ook sporten, maar ik moest nog even editen. Dus ik ga even editen. Daarna ga ik denk ik een uurtje wandelen of zo. Ik ben naar de Albert Heijn geweest. En toen heb ik zo'n mini watermeloen gehaald voor straks. Ik heb er echt heel veel zin in. Met Griekse feta kaas. Ik vind die combinatie echt gewoon zo fucking lekker. Niet normaal. Ik had dus laatst, volgens mij is het zelfs gisteren in mijn vlog gezegd, dat ik dus nieuwe slippers heb gekocht. Zeg maar niet per se heel nette slippers of mooie slippers voor onder een outfit die je kan rocken of zo. Maar wel heel mooie slippers voor als je op vakantie bent en je wilt gewoon lekker relaxed lopen. En ze mogen ook nat worden, want ze zijn volgens mij officieel ook badslippers. Dan zijn deze gewoon heel erg mooi in plaats van Adidas slippers of weet ik veel wat, of Nike slippers of wat dan ook. Dus ik heb mijn eerste Crocs gekocht. En nee, niet echt de normale Crocs die je ziet, die bollen zeg maar. Maar ik heb best wel mooie Crocs gescoord. En ik zag ze dus op een website. Ik heb eigenlijk nog nooit eerder besteld. Maar ze waren gewoon echt dik in de sale. En toen dacht ik, het zijn gewoon echt de mooiste badslippers die ik ooit heb gezien. Dit zijn badslippers van Crocs, jongens. Ze zijn toch gewoon fucking mooi. Kijk, dit zijn ze. Ik ben er heel erg happy mee. Let niet op mijn lelijke voeten. Maar ik ben echt heel happy met deze slippers. Love it. En ik ga even ondertussen lekker watermeloen snijden en feta kaas. Oh my god. Dit is echt mijn favoriet in de zomer. Ik ben hier echt mee opgegroeid. En in Nederland hebben ze meer dat ze zeg maar normale meloen eten met geitenkaas volgens mij. Of met feta kaas, ik weet het niet. Maar wij eten dus echt gewoon altijd watermeloen met feta kaas in Irak. Het is echt een ding in de zomer. Vroeger at ik dit dus ook als avondeten. Maakte ik gewoon broodjes feta kaas en dan watermeloen ernaast. En dan was ik gewoon happy. Watermeloen is gesneden. Ik doe hem even weer in de koelkast. Lekker koel. Yes, beste avond. Watermeloen, feta kaas en 90 Day Fiancé, jongens. I love it. Voor de mensen zo, niet schrikken van mijn haren. Mijn haren zijn een beetje opgedroogd. En ik heb er niks mee gedaan, dus nog een beetje plat en zo. Maar voor de mensen die dagelijks naar mijn vlogs kijken. Ik ging net even kijken wanneer ik ben gestart met dagelijks vloggen. En het is inmiddels 2 maanden geleden. Dus mocht je dagelijks naar mij kijken, ik ben dus al 2 maanden dagelijks aan het vloggen. Het is echt de langste periode dat ik ever heb gevlogd. En het is ook echt de eerste keer dat ik er echt zoveel zin in heb. Ik vind het echt oprecht heel erg leuk om te doen. Zolang ik het eigenlijk leuk vind, blijf ik het ook gewoon doen. Dus dat is een beetje de update. Ik krijg wel eens de vraag van blijf je elke dag vloggen? Of tot wanneer? Of wat dan ook. Nou ja, zolang ik het eigenlijk leuk vind. Ik vind het leuk en ik doe graag wat ik leuk vind. Dus ook vloggen. Dat is een beetje de update daarvoor. Mocht je het afvragen, ik vlog gewoon zolang ik het leuk vind. Ik ben nu al 2 maanden bezig en ik ben niet van plan om dit moment te stoppen. Dus yes!